Hoe komt Saamslag aan zijn bijnaam? Het staat uitgebeeld hier. Twee mannen, een tonnetje. En wat doen ze? Ze maken een likkende beweging, want ze zijn strooplikkers. Dus de bijnaam van de Saamslagger is stroopielikkers. Het verhaal had natuurlijk tweeledig. Een tonnetje, de stroopboer komt langs, het tonnetje wordt onderhouden en je weet hoe dat gaat met stroop, dat is wat dik en taai. Na het sluiten van de kraan drupt er nog wat na. En ja, wat is er leuker dan om je vinger eronder te houden en dan even vlug nog. Saamslag is ook een typisch dorp, een kruisdorp. En we kunnen dat heel mooi zien als we gaan even naar de hoofdweg kijken. Dan zien we dus daar aan onze linkerzijde de Terneuzenstraat. Aan de rechterzijde de Veerstraat. Rechtdoor de Polderstraat. En hier achter mij de Achterstraat. Nou, dit is een kruisdorp. Recht, streng. Je zou kunnen zeggen, het is echt protestants. Het mooie opvallende van dit kerkje is dat in de toren beneden een onopvallend deurtje zit, een toegangspoort. Gelegen pand aan de noordzijde van de markt was het voormalige café. Allemaal jaren 30, zo'n beetje, 20 jaren 30. Dat is duidelijk, hè? Tegenwoordig is het allemaal recht toe recht aan. We zitten in de Stoofstraat. En dan zou je denken, ja, waar leidt ons naartoe? Het leidt ons naar de Meerkrapstoof. De Meerkrapstoof in die tijd, en dan praten we over in de jaren 1800, was natuurlijk het meest zeer hangbaar product. Zo'n beetje tot 1860 heeft dat zijn hoogtij gehad. En Meerkrap was niks anders dan een stof die een drietal jaren op het land moest groeien om de wortels daarna te doen laten verwijderen. En die werden in een stoof gebracht en daar werden ze Meerkrap gedroogd werd. Dus hoe hoger was die vers van het land, naarmate hij per dag werd hij dus één etage laag gebracht. En hier werd het vuur gestookt en de warmte steeg op. En totdat de Meerkrap op de vloer kwam en daar werd hij dus gedost, gevlegeld. Zodat, wat ik net al vertelde, de wortels werden gekraakt en de kleurstof vrij kwam. Twee palen staan. Dan denk je, nou ja, twee palen en dan houden we het op. Maar die palen zijn allemaal met steentjes gemetseld, ja natuurlijk. Maar die zijn allemaal gevonden in heel Saamslag. En die zijn allemaal genummerd. En weet precies van waar, welke steen waar vandaan komt in Saamslag. En op die manier is dus deze palen gemetseld. Nummerd. En je ziet precies waar die steen vandaan komt. Wat we hier zien is eigenlijk de entree, zeg maar, vertellen naar de torenhoeve. De torenhoeve. Natuurlijk niet de torenhoeve van 1200-1300, want hier waar we nu naar kijken is eigenlijk het restant van voor de wat oude Saamslag, zal ik maar beter zeggen. Wat we noemen dat het detail wat we nu zien is de muizentrap. En de muizentrap is een uitstekende steen in de gevelwand. Dit is gedaan ter voorkoming van het opklimmen van muizen en ratten naar vroeger de zolder van de hoeve waar meestal het graan en dergelijke lag. En dat voorkwam het ongedierte dat naar boven kon klimmen. En dat werd dan het muizentrapje genoemd. Nou, dit is nou de torenberg waar de motten, oftewel het kasteel van Saamslag. Dit huis is trouwens leuk van het huis is dat het een bijnaam heeft gekregen. En hoe ontstaan bijnamen, dat is vaak moeilijk te achterhalen. Maar dit huis wordt in de volksmond het stoofpannetje genoemd. Het wapen van Saamslag? Ja, zwaluwslag. We moeten een zwaluwslag, dus een zwaluw. En dat is Saamslag, zwaluwslag. Welkom in het Minox Museum. Ik ben Henk Hopmans, ik ben de eigenaar van dit museum. En op 1 juli 2002 hebben wij dit museum geopend.
Op dit moment ben ik ruim 50 jaar bezig met het verzamelen van de Minox collectie. En één accessoire en één camera ontbreken nog. En die worden hopelijk volgende week in Saarland en Duitsland opgehaald. Dus dan kunnen we zeggen dat we alles compleet zijn. Het Minox Museum Zaanstad was het eerste museum in de wereld die de volledige Minox collectie herbergt. Momenteel is er in Duitsland, 2 jaar geleden ook bij een goede vriend, zijn we ook een Minox museum geopend. Dus we kunnen zeggen, we hebben eigenlijk een heel exclusief product. En wat weinig musea kunnen zeggen, dat zij straks een collectie hebben die 100% alleen maar over Minox gaat. En ja, dat is ook toch wel leuk om te zeggen, we hebben alles. Meneer Hommels en Walter Zapp. En u bent de eigenaar van het museum? Ja, hoor. Wie bent u? Gerrit, de ziel. En hoe lang verzamelt u wat schelpen? Oh, al mijn leven. Waar komt die gedrevenheid vandaan? Ja, dat weet ik ook niet. Dat zit in de heen. Of is het puur toeval dat u... Van kinds af in ben ik er al mee bezig. Hoe lang bestaat het museum? 38 jaar. En wat doet u als u er niet meer bent met uw schelpen? Dat weet geen mens. Is er belangstelling voor? Ja, natuurlijk. God, er komt nog een groep me geregeld natuurlijk in school en zo. Waar heeft hij ze vandaan gehaald? Ja, die komen van de Filipijnen, van Cebu. En hoe komt hij daaraan? Heeft hij daar connecties? Ja, maar ik kan maar zeggen, nee. Ik heb overal connecties over de hele wereld. Die lag hier nog in de kerk, in een opslagplaats. En de kosters die hoorden geregeld had, maar stukken er van weg. Dus op een duur heb ik hem meegenomen, met de kruiwagen naar hier toe. Toen was de Oosterschelde nog niet afgesloten. Ja. En dan hebben ze die op laag water, hebben ze die gewoon helemaal naar uitgegraven.